Ja, voorzitter, commissaris, maar ook vertegenwoordiger van de Raad. Ik vraag me af, waar draait het om in de luchtvaart? Het gaat toch om passagiers veilig en efficiënt te vervoeren naar een bestemming? Hun reisdoel is zeker niet om verzeild te raken in procedures met een luchtvaartmaatschappij die plotseling talloze vluchten annuleert. Procedures over het recht op financiële compensatie, over het recht op alternatieve vluchten, over het recht op verzorging en op informatie. Kortom, over hun rechten als passagier. Europa had ooit de ambitie mensen die vliegen te beschermen tegen wanpraktijken. Europa had de intentie consumenten te helpen hun recht te halen. Europa heeft een voorstel om passagiersrechten in de luchtvaart aan te scherpen. En die aanpassing van verordening 261 uit 2004, die wordt steeds nijpender. Want in 13 jaar is de wereld van de luchtvaart sterk veranderd. En passagiers moeten makkelijker hun rechten bij annulering en vertragingen te gelden kunnen maken. Passagiers moeten een verruimd recht krijgen op alternatieve vluchten. En passagiers moeten beter geïnformeerd worden door luchtvaartmaatschappijen. Voor misleiding en niet transparante communicatie is in Europa, in mijn Europa, geen plaats. Die aanscherping van de passagiersrechten door die wijziging van verordening 261, die zit muurvast. Die zit muurvast in de Raad. Het Europees Parlement, wij, de volksvertegenwoordiging, wij nemen mensen die vliegen serieus. Maar de Raad, de vertegenwoordiging van de lidstaten, die weigert al 3 jaar met ons tot een compromis te komen. En dat allemaal, zoals bekend, vanwege het geschil omtrent de status van de luchthaven van Gibraltar. Europese Raad, neem uw verantwoordelijkheid. Hak politieke knopen door. Ondanks de complexiteit van de Brexit. U kunt persoonlijke drama's voorkomen rond annuleringen en met ons, het Europees Parlement, ervoor zorgen dat passagiers in de luchtvaart bij dergelijke vervelende omstandigheden alsnog, om in luchtvaarttermen te blijven, een zachte landing kunnen krijgen. Dank u.